Breda Nu. Je weet het meteen. Op dinsdag 12 september kwamen Jantje Beton, de wethouder van Breda, en BSO de Tompoes bij elkaar in de Belkrum voor de opening van de voetbalkooi in verband met de Nationale Sportweek. Ik vind het leuk dat je gewoon kan voetballen en dat het... Dat je leuk met elkaar speelt en dat iedereen er vaak is. Er is altijd wel iemand op het voetbalveld, behalve om 10 uur 's ochtends. Maar voor de rest is altijd wel iemand op het voetbalveld die aan het voetballen is. Of mee aan het doen met een partijtje of zo. En dat vind ik hier heel leuk aan. Ik vind het een mooie voetbalkooi geworden. Ik vind het vooral leuk dat hij op een speelplek staat waar je ook nog andere dingen kan doen. Dus de kinderen kunnen eigenlijk nu kiezen wat ze leuk vinden om te spelen. En ik denk dat je kan hier klimmen en klauteren en verstoppen. Maar zo'n voetbalkooi is wel een mooie aanvulling daarvoor. We zijn hier juist om ook in de buurt te kijken en te vragen aan kinderen waar ze spelen, wat ze leuke plekken vinden. Zodat we dat ook met andere kinderen kunnen delen. Zodat de kinderen die nieuw zijn in deze buurt of de kinderen die misschien de buurt nog niet zo goed kennen, zodat zij ook leren waar de leuke plekjes zijn. En juist de plekjes die misschien niet zoals deze speelplek meteen zichtbaar zijn. Ik ben een medewerker bij BSO Tompoes, bij de BSO. En ik begeleid nu even het voetballen. We bieden voorschoolse en naschoolse opvang aan kinderen in de buurt van de Belkrum, dus die hier op de spoorzoeker zitten. Of voor andere scholen en dan kunnen ze naar ons toe komen voor de naschoolse opvang. En dan proberen wij verschillende sporten aan te bieden op de BSO, dus daar is de kooi een mooi middel voor om dat ook te doen. Ja, ik denk dat je hier veel mogelijkheden hebt. Je hebt verschillende velden waar je goed kan voetballen, je kan hockeyen, basketballen. Dus mogelijkheden zijn er en die worden ook wel benut hier in de buurt. Als je bijvoorbeeld lekker, kan je lekker spelen en zo, je kan lekker voetballen. En ja, iedereen mag lekker meedoen en zo. Klimboom vind ik heel erg leuk. Of bij de speelhuis staan spelen. Dat vind ik ook heel erg leuk. En ik vind daar in de speeltuin heel erg leuk. En ja. Breda Nu. Je weet het meteen.